Vier maten winter, vier maten warm, vier maten rijk zijn, vier maten arm. De truc met het ei. Vier maten mistig en vier maten blauw, dat is mijn liedje voor jou. Druk met de duif. De duif is dood. Ik heb het leven lief, ik heb het nooit verzwegen. Het wonder van bewegen, de vreugde van bestaan. Ik heb het leven lief, ben blij dat ik ben geboren. Dat ik kan zien en horen, hart kan worden slaan. En jij gaf me zoveel dingen. Jij hebt me leren zingen. In Koninklijk Theater Carré in Amsterdam was Toon Hermans kind aan huis. Avond na avond trad hij hier in dit theater op voor uitverkochte zalen met shows die we allemaal nog kennen. Vol ontroerende liefdesliedjes, absurde scènes en ook levenswijsheden. Maar het succes kwam Toon niet aanwaaien. Hij heeft er hard voor moeten knokken om in Amsterdam terecht te komen. In volle overtuiging en met een grenzeloze ambitie begon hij aan een carrière die hem uiteindelijk hier in Carré zou brengen. In deze aflevering van 100 jaar Toon Hermans duikt Martine Sandifort in het leven van de komiek die zijn allereerste schreden zet in het Amsterdamse artiestenleven. Maar dit is een plek om lief te hebben, een plek, een land om lief te hebben, een land en een wereld om lief te hebben, oh, er is zoveel. Er is zoveel. Toon had zijn eerste betaalde optredens in Limburg, maar hij wilde meer. En in het voorjaar van 42, hij was toen 25 jaar, kreeg hij een telegram dat zijn leven voorgoed zou veranderen. Het telegram kwam van directeur Bunning. Dat was de directeur van Theater Carré. En die nodigde hem uit om auditie te komen doen. En wel bij het nieuwe cabaret van Carl Toby. En dat was weer een redelijk bekend acteur die heel veel jongeren een kans wilde geven. Dus wat deed Toon? Toon ging naar zijn moeder en zei: mam, ik ga naar Amsterdam, ik ga auditie doen. Ik kom voorlopig niet meer terug en ik beloof je, over 5 jaar ben ik een geslaagd artiest. Ik kom uit een gezin waar helemaal geen artiesten uit voortkomen. Dus mijn vader was bankier, maar toen ik aan het theater ging was dat eigenlijk een familieramp. Weet je wel. Iedere mens die heeft een moment in zijn leven waarop hij zichzelf meent te ontdekken. Ja. En dat had ik al vrij vroeg. Waar is Amsterdam het mooiste? In Carré. In Carré. Daar... Nou, we zijn dus op zoek naar de oudste kleedkamer van Carré. De sterrenkleedkamer. Die moet hier ergens zijn. Nou, kan niet missen. Ster op de grond. Ja hoor. Dit is hem. Dat voel je gelijk. De sterrenkleedkamer. Ik voel me ook gelijk thuis. Die stoeltjes. Misschien heeft Toon hier wel opgezeten. Ja, je weet het niet. Toon die zat hier dus met zijn pakje aan en helemaal geschminkt te wachten tot hij auditie moest komen doen. Na heel lang wachten kwam er uiteindelijk iemand de kleedkamer binnen. Dat was meneer Bunning, directeur van Carré. En meneer Bunning die zei tegen Toon: nou, begin maar. Nou, verschrikkelijk vond hij dat. Want begin maar. Hij moest dus auditie doen op 3 meter afstand van die meneer. Nou, ik kan je wel vertellen, dat lijkt me... als ik me dat voorstel, dat lijkt me verschrikkelijk. Want het is net alsof je in je blote kont staat. En ja, hij had het zo graag op het toneel willen doen. Maar goed, het was niet anders. Hij moest aan de bak. Het mooie is dat ondanks alle beperkingen, hè, dat hij gewoon een contract kreeg aangeboden. Ja, mijn naam is Jack Bemelmans. Ik ben de producer van de afdeling amusement. Wilt u even bij de microfoon gaan staan en duidelijk uw naam zeggen?
collega, meneer, op de eerste plaats wil ik eens even hartelijk bedanken voor het schrijven wat ik heb gekregen om hier te verschijnen. Alleen uw naam, alstublieft. Oh, ik wou even hartelijk danken voor het schrijven wat ik heb gekregen om hier te verschijnen in de studio, om hier op proef te spelen. Voor... Alleen uw naam, graag, alstublieft. Oh, de naam is Hartman, alstublieft. Hartman, Charles Hartman. Met een T. Oh, dat mag niet, zou ik het zeggen. U kunt beginnen. U heeft 2 minuten. Ah, meneer, ik kan toch niet in 2 minuten, dan kan ik toch niet dat hele... Dat hoeven we niet te zien. Dan begint u maar. Dank u wel, alsjeblieft. De truc met het ei. Te vallen, meneer. De truc met het rode balletje en het toverstokje. Het dopje is eraf gevallen, meneer. Druk met de duif. Duif is dood. Toon maakte op 4 september 1942 zijn debuut als beroepsartiest in de vrolijke cabaretrevue Avondmelodie. Ja, zo heette die. De dag trouwens na de première werden de eerste razzia's gehouden tegen de Joden. Eigenlijk had Toon als 26-jarige jongeman als dwangarbeider moeten werken in Duitsland. Maar hij werd vrijgesteld omdat zijn werkgever vond dat hij onmisbaar was. Een van de eerste theaters in Amsterdam die ik ze speelde, dat was het Leidse Pleintheater. En ik had daar een heel klein rolletje van een oude man in een groep straatzangers in een programma waar Kees Pruis de hoofdfiguur in was. Die zomeravond op het Leidseplein, dan zie je mensen in de maneschijn. Nou, lopen we nu het voormalige Leidse Pleintheater in. Wow. Dit ruikt een beetje naar bier. Het doet me meer aan een soort bandjespodium denken. En hier speelde Toon dus in een revue. En niet alleen dat, hij verkocht ook programmaboekjes voor 5 cent per stuk. En hij maakte decor ook nog. Hier stonden dus rijen met stoelen. En ze hebben hier 2 maanden hebben ze hier gespeeld met de revue. En 100 mensen ongeveer gemiddeld per avond binnengehaald. Ja. Ze heet geen Lola, ze draagt geen stola, maar wel een blauwe blouse met witte ruitjes. Ja, en deze revue is trouwens na 2 maanden is die op tournee gegaan. En wat Toon vaak deed op tournee was aanpappen met de meisjes. Dat vond hij heel erg leuk. En als ik dan zo die mensen zie s'avonds, dan let ik altijd eerst even op de vrouwen in de zaal. Hoe dat komt, dat weet ik ook. Ach ja, die meisjes van toen allemaal, hè. En ieder mens heeft toch zo zijn souvenir d'amour, hè? Voor mij was het Suzanne.
Suzanne, Suzanne, Suzanne. Ik zag haar aan de Côte d'Azur en ik dacht nou niet veel aan. Oh, Caroline. Oh, Caroline. Heb je nog die blauwe ogen? Oh, Caroline. Truus, als die je zonde scheven in ze truusen, dan was de wereld een tango. Na de eerste zeven maten kon ze het zoenen niet meer laten. Dan was de wereld een tango. In de vurig wilde passie en gaf ze hier en daar een krassie. Beet ze stukjes uit mijn dassie, tango Truus. Aan de vurige warme wangen kon je uren blijven hangen. Met een eindeloos verlangen, tango Truus. Ze neemt je in de armen en ze drukt je aan de brus. Eerst even lekker warmen en dan barst de tango los. Ze hoort Podori bij Hollands glorie en was een hele goeie heuwe. En daarom roept er elke vrijgezel. Zing, laat zien, zing, laat zien, zing, laat zien hoe mooi je bent. Zing, laat zien, zing, laat zien, zing, laat zien hoe mooi je bent. Zing, laat zien, zien hoe mooi je bent. Zing, laat zien, je bent mijn oogappel zien. Mijn oogappel zien, mijn oogappel zien, mijn oogappel zien, mijn oogappel zien, mijn oogappel zien. Martine, kun jij het succes van Toon Hermans verklaren? Ja, het is een volkskomiek puur sang, vind ik. Hij heeft iets heel charismatisch, mimisch enorm sterk. En waar zit dat mimische dan in, als je dat zegt? Enorm sterk? Zijn oogopslag? Ja, zijn mimiek ook, maar ook... Ik moet opeens denken aan een scène die hij ooit deed met een perzik. Die mimde hij dat hij die aan het eten was en... Zo beeldend. Zullen we daar meteen even naar kijken? Leuk. Ja. Ja, mensen, ik zou voor geen miljoen zo'n hooggeplaatst persoon willen zijn. Want denk erom, het is niet makkelijk. Als er even iets fout gaat, is zo'n man nergens. Moet je kijken. Dat scheelt maar zo'n stukje. Ja, en zo'n man die zou toch net zo graag als ieder ander mens bijvoorbeeld een lekkere banaan willen eten. Of een lekkere perzik. Lekkere perzik. Wat gebeurt er? Ja, ik zie natuurlijk wat hij doet, maar wat zie jij? Ja, ik zie iemand die sowieso, wat ik heel sterk vind van hem ook, is dat hij heel erg de tijd neemt ook. Daar durft de tijd te nemen. Maar het mimisch, dat uitbeelden, ja, dat doet hij. Ik zie die perzik, ik zie dat sap, ik zie die pit en weer teruggaan. En hoe moeilijk is dat om dat te kunnen op het podium? Ik kan dat niet hoor. Nee? Nee, nee. Terwijl jij ook wel op het terrein van het absurdisme en nogal de humor begeeft. Ik kan mimisch aan het werk, maar dat... En hoeveel voorbereiding denk jij dat zo'n act als die met die perzik vergt? Ja, ik denk dat ook onderdeel van zijn talent is dat hij het er bij hem uitziet. Alsof hij het allemaal maar een beetje zo... Hè, gratuit zo even tussendoor. Maar ik denk dat er heel erg veel werk achter schuilt, ja. Nou, laten we anders kijken naar een fragment nu waarin hij iets anders moet laten zien. Dan moet hij namelijk in improviseren. Ja.
Nou, dan moet ik je eerlijk zeggen, mensen. Ik vind... Hé, ik kan jullie... Kunnen jullie allemaal zien? De voeten en alles en de benen en alles. En nieuwe contactlenzen dan? Wat zeg je? Een nieuwe contactlenzen. Of ik nieuwe contactlenzen? Ik heb geen eens ouwe. Nee. Nee, dit is echt. Een paar dingen niet, maar dit is nog gewoon. Ja, dat kan hier allemaal. De visite spreekt hier ook af en toe. Ik vind het leuk dat je er bent, Jan. Ja. Hoe heet je? Jan? Peter. Wie? Peter. Peter. Zal je in de gaten houden vanavond, Peter. Hier moest je dus improviseren. Ja. Ik maak dat ook wel eens mee, dat iemand opeens iets uit de zaal iets roept. Maar ik vind dat hij in ieder geval dat heel erg knap doet. Want je ziet wel even een soort van, hey, wordt er overvallen, even met die ogen zo. Maar vervolgens gaat hij erop in en toch op een licht sneerderig, maar niet... Hij is niet alleen maar aardig, hè? Nee, maar niet respectloze manier of zo. Terwijl je zou hem helemaal met grond gelijk kunnen maken, maar dat doet hij niet. En dat... Hoe zou jij dat dan doen? Hoe zou ik het doen? Iemand in het publiek roert zich met iets dat jij op het toneel doet en je denkt, komt niet uit. Ik heb wel eens gevraagd aan Remco in de voorstelling. Remco Vrijdag. Er zit zo'n stukje in, vind je mij dik? En dat is een vrouw heel hard, ja! Riep. Echt vanuit haar tenen. En ik weet niet wat ik gezegd. Ik was volgens mij zo, ik moest er ook om lachen omdat het zo hard maar, ja, was. Dat ik volgens mij zoiets zei, maar verder, nee. Maar het lijkt alsof hij altijd op zijn gemak is. En zou het zo kunnen zijn dat met die eeuwige voorbereiding van hem, dat zelfs dit is voorbereid? Ja, dat het zijn oom is die elke avond contactlensen! Iedere avond een andere man die Peter roept in de zaal. Zou dat kunnen in dit geval of denk je wel dat het echt is? Ik denk, bij sommige fragmenten twijfel ik wel eens, maar bij dit fragment denk ik niet. Maar het leuke is het feit dat we erover, of ik weet niet of jij het ook hebt, maar dat je erover kan twijfelen, dat laat eigenlijk zien hoe knap hij dan ook speelt. Dus. Heb je dat gezien, mensen, dat er een nieuwe pil is? Een nieuwe pil om jong te blijven. Die pil die heet BH3. Ja, of zoiets. Dag mevrouw. Waar gaat u naartoe? U kwam hier? Ja. Wat kwam u? U vroeg wel waar ik heen ging. Inderdaad. Ja. Waar gaat gij heen, dan vroeg ik. Pardon? Ik kwam naar u toe. U komt wel laat binnen dan, vind ik. Ik zit hier al een tijdje, hoor. Oh ja? En vindt u het leuk? Oh. Pardon? Oh, en nog twee. Pardon. U vroeg om een roos op uw revers. Hier zitten er een heleboel in. Daar zitten er een heleboel in. Wat leuk, zeg. En zo midden onder de voorstelling. Luister eens. Geef me een kusje van je. Zo, nou is het hele programma in de war, maar ja. Nee hoor, dat is fantastisch. Dat is nou ontzettend leuk als zo iemand zo ineens zo'n impuls krijgt om dat te doen midden onder de voorstelling. Ik ken het meisje niet, het is een schatje. Had ik die vlekken al op mijn broek toen ik opkwam? Dan hadden jullie wel eens wat kunnen zeggen. Want ik sta op het scherm, sta ik met vlekken op het scherm, zeg. Komt er meteen een reclame achter om de vlekken uit je broek te halen. Vreselijk leuk van die bloemen. Ik ben er echt even van onthutst. Ik had er niet op gerekend. Buitengewoon leuk. Als er nog meer mensen zijn, dan kunnen ze zich nu melden. Darling, liebling, mijn liebes lief. Dan gibt's kein Wort mehr.
no grammatica. Tijdens de oorlog werd de censuur van de Duitsers steeds heftiger. Toon die speelde in de revue in Schiedam. Toen stond er opeens een Duitser in uniform achter het toneel. En die zei, uw optreden is beledigend voor de Duitsers. Morgen dient u zich te melden bij de Sicherheitsdienst. En die zat dus op de Heemraadsingel hier in Rotterdam. Zij kwam binnen, Duitse officier, met zo'n stapel programmaboekjes. Allemaal teksten opgeschreven door NSB'ers. Zo van, nou, En toen zei Toon, ja, dat heb ik misschien wel gezegd, maar dat hebben ze niet goed begrepen. Oh, zei de officier, heb ik het dan misschien ook niet goed begrepen, want ik was er namelijk ook. Toen dacht hij echt, nou is echt mijn laatste uur geslagen. Kreeg hij een sigaar aangeboden. En die man die begon hem helemaal op te hemelen. Die zei, ja, maar man, jij weet niet half wat voor talent je hebt. Je zit helemaal niet goed in Nederland. Je moet groter denken. Kom naar Duitsland. En hij gooide al die programmaboekjes in de kachel. En ik ga regelen dat jij naar Duitsland komt. En nu mag je weer naar huis. Dames en heren, de trom in het militairendom. Dom. Militairendom. Dom. Sorry. Nee, ik twijfelde even tussen isme en dom. Maar ik hou het op dom. Uitvinders van de kapstokken. Komen bij Lobit in ons land. En slaan de eerste slag. Je me souviens d'histoire que je me raconte en France parce que j'ai m'étudié en français. Et le compte dit que j'ai ma ce petit leuve la valsemble et j'ai ma dirange et même une croquette. Et comme... Alors comme ton, c'est ma perpétuse, il est coupé vage d'un couac de mayonnaise que je me dis tu sur le... Alors c'est pas peuple que pour l'octuple, un tourné comme vage et tout le monde que je me crie vive la liberté. Liberté, dat is Frans. Dat betekent vrijheid. Liberté, tenminste als een Fransman het zegt. Als een Duitser zegt liberté, dan heeft hij liberté. Toon had het behoorlijk zwaar in de oorlog, hoor. Hij was eigenlijk een soort ondervoed. Echt ontzettend veel honger, hij was angstig. Hij zag zijn collega's niet meer, voelde zich in de steek gelaten. Kortom, hij was er slecht aan toe. Maar daar was de bevrijding, 5 mei 1945. En Nederland vierde feest. Ik voel me gelukkig en blij. In de straten komt die kleur terug. In de vrouwen komt die fleur terug. En in de bloemen komt die geur terug. Het wordt lente in het land. Mijn hart zegt boem voor het leven, boem voor de mei. Boem, 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 ik zing mijn melodie, voel me gelukkig en blij. In de straten komt die kleur terug, in de vrouwen komt die fleur terug. In de bloemen komt die geur terug, wordt lente in het land. Boem voor het leven, boem, boem, boem voor de mei. Boem, 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 ik zing mijn melodie, voel me gelukkig en blij. Zo blij. Was voorbij. Het ging hartstikke goed met Nederland en het ging ook hartstikke goed met de carrière van Toon. Een goede vriend van hem had een theatergezelschap opgericht. Daarin mocht hij de hoofdrol vervullen en hij mocht optreden, dat was in 1946,
twee keer bij de Bonte Dinsdagavondtrein van de AVRO. Dat was een heel populair radioprogramma. Nou ja, vanaf toen was Toon bij iedereen bekend. Dit is Hilversum, de AVRO. Weet je dat je die wasmachine op afbetaling gekocht hebt? Weet je dat je stofzuiger nog betalen moet? Huh, Marie? Weet je dat ze nog 6 maanden huur achter is? Huh? Huh? Ja, kan me niks schelen. Huh? Ik zeg het niet om te roddelen. Huh? Man and beat? Nee, Marie, zo ben ik niet. Komt hij zeker bekend voor, hè? Toon, die had natuurlijk bij diverse gezelschappen gespeeld, maar hij wilde een stap verder. Hij wilde alleen op het toneel. Vond het heel erg spannend, maar hij heeft toch de stap gewaagd en daarmee was hij de grondlegger van de Nederlandse one-man show. Nou, en die one-man-shows, die ging die try-outen in sanatoria. Maar het programma is een one-man-show, of zoals men ook wel zegt, dames en heren, een one-man-show. Men... ja, dat is... men zegt over het algemeen, zegt men one-man-show. Dat is mij zo vaak opgevallen. Als ik s'avonds naar het theater kom, dan loop ik langs dat bord daar buiten, staat er op one-man-show en dan hoor je herhaaldelijk hoor je de mensen zeggen, oh, hier is Toon met de one-man-show. Zo, wil ik ook wel try-outen. Dus mensen die werden in een sanatorium als deze, werden die dus verpleegd. En ja, dat was dus het podium waar, ja, waar Toon zijn eerste try-out had van zijn one-man-show. Of een van zijn eerste try-outs. En hier schijnen dan allemaal in plaats van stoelen bedden te hebben gestaan. Die mensen allemaal liggend naar zijn voorstelling gekeken. Ik weet nog trouwens dat hij, waarschijnlijk van de zenuwen, dat hij zijn schmink helemaal was vergeten, wat hij thuis laten liggen. Dus hij had ergens uit een kacheltje, heeft hij een kooltje gepakt om zijn wenkbrauwen nog bij te tekenen. En hij is opgegaan. En nou is het leuke, dames en heren, van al die mensen in zo'n zaal, het leukste is dat alle mensen verschillend lachen. Daar moet je eens op letten. Nou, is het zo dat de mensen lachen met letters? Met letters. Je hoort duidelijk sommige letters in lachen. Bijvoorbeeld een G. Zo van... sommige mensen lachen met een S. Van... Heel klassiek is de H, letter H. Van... en dat vind ik ook heel fraai. Je hebt ook altijd mensen in zo'n zaal, die hebben de grootste pret, maar je hoort ze niet. En die hebben binnenpret. Binnenpret, dat gaat zo. Dat gaat zo. Als je zo een hele zaal hebt, kun je beter thuis blijven, want die hoor je niet. Dit is het Apollo paviljoen. Het schijnt de plek geweest te zijn waar Toon zijn, nou ja, wat later bleek, grote liefde heeft ontmoet. Te weten, Rita Wijdboer. Wij kennen haar natuurlijk allemaal als Rietje. Jij hoort bij mij. Als de toreros bij Espanje en de rietjes bij de Ranja, zo hoor jij, mijn schat, bij mij. Zo hoor jij bij mij. Jij hoort bij mij. Zoals het toeten bij het blazen en het gedonder bij de glazen. Dat is een nieuwe stijl, is dat. Zo hoor jij, mijn schat, bij mij. Zo hoor jij bij mij. En daarom die tango, die zegt het zo definitief. Daarom die tango, die zegt toujours ik heb je lief. Je kan niet zo lekker uit de voeten, hè? Jij hoort bij mij. Zoals de berm hoort bij de zachte en de herdertjes bij nachten.
zo hoor jij, mijn schat, bij mij. Ja, zo hoor jij bij mij. Jij hoort bij mij, zoals het eitje bij een doppie. Ik hoor bij jou, zoals de Donau bij zo blauw. Jij hoort bij mij, zoals het oortje bij een koppie. En net als jij bij mij, mijn schat, net zo hoor ik bij jou. Jij hoort bij mij, zoals de hodel bij de bodel, de Tiroler bij de jodel, zo hoor jij, mijn schat, bij mij. Zo hoor jij bij mij. Ik zou zo graag een keer iets van de liefde schrijven. Geen stenen bruidsbed, maar een hemelbed van blauw. Maar ach, ik zou waarschijnlijk te eenzijdig blijven. Want als ik aan de liefde denk, zie ik alleen maar jou. Toon werd aan Rietje voorgesteld. Hij begon een beetje interessant van, ja, misschien kan je hem wel kennen van radio. Maar al snel zei Rietje, nee hoor, nee, ik ken jou niet van radio, want ik hou helemaal niet van radio. En ik hou trouwens ook helemaal niet van liedjeszangers. Ik hou van cowboyfilms en dansen. I'm Joe. Yeah, I'm Lazy Joe. I'm Joe. Lazy Joe from Ho-Yo-Ho. Ik ben de schokbetonnen sheriff. Als ik je pak, dan ben je de klos. Bij de girls in the saloon, aan de bos. Nou, toen bedacht hij dat hij haar dan maar elke dag vanaf dat moment mee zou nemen naar een cowboyfilm. En dat deed hij. En Toon heeft enorm veel vriendinnetjes gehad, heel veel meisjes leuk gevonden. Maar Rietje was iemand waarvan hij het gevoel had dat hij die al jaren kende. Rietje was echt de liefde van zijn leven. Ja, dit is een gedicht opgedragen aan mijn vrouw. Zij is een tuin vol milde bloemen, een boeket. Ze is een bron, een maan, een zon, een bed. Ze is een ree, een vee, een aquarel. Ze is mijn danstent, mijn kapel. Ze is mijn song, mijn derde long. Een koningin, een hert. Ze is een warm concert, een park. Met duizend banken, duizend klanken, duizend lusten. Ze is mijn welterusten, mijn ontbijt. Ze is mijn tijd, mijn sterke drank, mijn berg, mijn dal, mijn weiland. Ze is mijn eiland, mijn stilte en mijn storm. En koffie kan ze zetten, enorm. Mijn liefdesliedje is gemaakt van schemerlicht en zon. Van kussens, warme dekens en een lichtstoel op het balkon. Van kleine lieve woordjes die geen ander ooit zo zijn. En van de appels op de tafel spreid. Vier maten winter, vier maten warm. Vier maten rijk zijn, vier maten arm. Vier maten mistig en vier maten blauw. Dat is mijn liedje voor jou. Mijn liefdesliedje is gemaakt van kleine stukjes gezoen. En van papieren vliegers, kinderstemmen in het groen. Van bladeren van september en een sternacht in mei.
en van de appels op de tafel spreid. Vier maten heide, vier maten kust, vier maten forto, vier maten rust, acht maten liefste. Vergeef het me nou, dat is mijn liedje voor jou. Nadat Toon en Rietje elkaar hadden ontmoet, ging het allemaal heel erg snel. Er werd heel snel getrouwd. Twee broers van Toon waren aanwezig op de bruiloft. Moeder niet van Toon, die kwam amper de deur nog uit. Maar die huwelijksdag, dat was eigenlijk niet zo'n succes. Want hij had een afspraak in Ahoy om voor 6000 kinderen op te treden op Sint-Niklaasavond. Dus ik hield mijn pak aan. Wat ik gehuurd had bij zo'n verhuurderij van trouwkostuums in Amsterdam. Zo'n lelijke slippen jas had ik aan, weet je wel. Zo'n grijze hoed en zo'n gestreepte broek. Rietje had ook iets verschrikkelijks aan. Een mantelpak met een heel rare hoge hoed, zo op een soort luifel over de kop. Heel lelijk. Ik heb het nog nooit zo lelijk gezien als die dag. Want ze was heel mooi. Maar ja, dan was je zo de kluts kwijt dat je ook nog de verkeerde dingen aantrok. Altijd zal ik van je houden. Altijd blijven wij een paar. Altijd zal ik van je houden. Al word ik 124 jaar. Liefde heeft met tijd geen moer te maken. Niets met af en toe of hier en daar. Altijd zal ik van je houden. En altijd blijven wij. Wel een doorzettingsvermogen. Hè? Katholieke moeder die eigenlijk niet wilde dat hij dat ging doen. Maakt niet uit, door. Man, torenhoge ambitie. Dat bewonder ik wel in hem. En wat hij daarvoor gedaan heeft. En ook misschien wel voor gelaten heeft. En dan natuurlijk uiteindelijk die one-man show die hij in Nederland geïntroduceerd heeft. Zou ik misschien ook nog eens willen, hoor. Nou ja, dan niet one man, maar one woman show. Volgende week reist Alex Klaassen af naar Wenen, waar Toon in het diepe springt en zijn grote Europese debuut beleeft. En hier in Wenen zou Toon zijn grote Europese doorbraak gaan beleven. Er was eigenlijk maar één theater in Wenen waar hij terecht kon. En dat was het Renaissance Theater. Een oud, lelijk, ouderwets theater waar ouderwetse, lelijke boerenkluchten gespeeld werden.